Maatjes. Er gaat heel wat veranderen aan de club. Er zijn een aantal leuke SBC's uitgekomen waar ik positief verrast over ben. En ik vind het ook tijd om dingetjes wat up te spicen. Dat gaan we doen vandaag. Een blauw duimpje zou ik heel top vinden. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan op FC Glory. Bijna 112k. Dat is echt een persoonlijk mijlpaal. Dat getal betekent heel veel voor mij. En daarom doet het mij ook goed dat we dat bijna bereikt hebben. Dankjewel. Hey, zoals ik zei, we gaan het een en ander upspicen. Als je denkt, hey, hoe kom je nou aan 376.000 munten? Je had er toch veel meer. Dat had ik in de video van gisteren ook verteld. Ik had een icon rijkaart gekocht voor 330k. Omdat ik dacht, misschien komt er wel een leuke icon waar je een icon voor moet inleveren. En dan stijgen de goedkoopste icons. En dit was op dat moment de goedkoopste icon. En dat is inderdaad ook gebleken. Hij is nu voor 350k is nu de goedkoopste icon. Dus daar maken we winst op. Hele dikke knaken. Maar dat scheelt vooral in de SPC die wij ook willen gaan doen. Lauren Blank, die is uitgekomen. Die kwam volgens mij gisteren uit op het moment dat ik de video van gisteren dus al live had gezet. En die Lauren Blank, jongens en meisjes, is helemaal geen verkeerde speler. Dat is sterker nog een hele goede speler die potentieel tot het einde van FIFA 19 wel in mijn team blijft. Volgens mij heb ik hem wel behandeld gisteren. Volgens mij was hij al uit. Die heb ik helemaal niet kunnen bespreken in de video van gisteren. In ieder geval een hele goede speler die echt tot het einde van FIFA wel in mijn team kan blijven. En hij is 970k om te doen op dit moment. En dat vind ik niet heel prijzig. Hij is op de markt ongeveer 1,2 miljoen. Maar je krijgt hier natuurlijk wat pakketjes voor terug. En als wij die openen tijdens FUT Birthday, komt daar misschien wel een hele leuke speler in. En ik heb in de video van gisteren ook al laten zien dat wij spelers ervoor kunnen leveren. Ik heb dit wel al besproken. Eventjes een blackout. Nou, in ieder geval, die gaan we dus doen. Dat had ik verteld. Maar welke ook online is gekomen, is deze ontzettend lekkere smikkelbeer. Ivan Perisic. Ik als Interfan moet die natuurlijk in mijn team hebben. Het kaartje is fantastisch. Hij is beter, niet qua rating, maar qua in-game statistieken, dan Netfet. Is iets groter dan Netfet. Heeft ook 5-star weakfoot en 4-star skill moves. En dat is het eigenlijk wel. Dat zijn de grootste voordelen van Perisic ten opzichte van Netfet. En het enige wat daarbij dus komt kijken is dat Netfet een linksmidden is. En Perisic een aanvallend middenvelder. En we hebben Socrates al op 10 staan en Ronaldo in de spits. Dus als wij Netfet verplaatsen, uit het team halen, moeten wij ook Mbappé uit het team halen. / verplaatsen. Dus dat gaan we doen. Ja, ik kan er ook niet heel veel meer van maken. We gaan Netfet listen. Die heb ik, daar heb ik veel verlies op gemaakt. Maar aan de andere kant heb ik ook 194 wedstrijden met hem gespeeld. 98 doelpunten en 92 assists. Dat is net niet één doelcontributie per wedstrijd. Maar het is een ontzettend fijne speler om te gebruiken. Ik heb heel veel lol aan hem gehad. Maar we moeten verder gaan met de serie. We moeten verder kijken dan onze neus lang is. En moeten meer spelers gaan gebruiken om te rouleren. Want rouleren kan je niet uitspreken zonder Roel. En ik ben natuurlijk Roel. En ondertussen heb ik opgezocht wat de prijs van Netfet is. En dat is 750k. Hij is iets gedaald ten opzichte van gisteren. Dus dat is een heel groot voordeel. En dan kunnen wij hem gaan verpatsen voor iets minder. Hopelijk verkoopt hij direct. Even kijken ondertussen hoeveel die... hij is iets gestegen. Oké. Ik denk wel dat dit de goedkoopste is. Hoppakee. Opruiming bij FC Rouli. FC Glory. Die gaat weg. En dan moet Mbappé dus ook weg. Die ik meer wedstrijden heb gebruikt. 103 in totaal. Niet meer wedstrijden dus. Die heb ik natuurlijk teruggekocht op een moment. En hij heeft wel meer dan één doelcontributie per wedstrijd. Ook een ontzettend goede speler. Die eigenlijk dus in dat opzicht beter presteert dan Netfet. Maar dat is misschien een beetje oneerlijk om te zeggen. Want het kan zijn dat jouw speelstijl veel meer over die linkerkant gaat dan over de rechterkant. Want Mbappé staat bij mij links en Netfet staat bij mij rechts. En dan scoor je dus meer met de speler die links staat in plaats van de speler die rechts staat. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Hoe duur is deze Mbappé? Moet ik ook eventjes opzoeken. Daar zullen we ook wel wat verlies op maken. Al zal hij niet heel veel prijs zijn gedaald omdat hij niet meer te pakken is natuurlijk. Dus dat betekent dat wij wel veel verlies op hem maken. Maar niet zoveel dat niet te overzien is. Zoveel zou hij wel moeten verkopen. En dat is mooi. Dan hebben wij deze spelers allemaal nog over. Moeten wij dus morgen bij de rewards Lauren Blank gaan unlocken. We hebben ook nog spelers die we kunnen verkopen in onze club. Netfet is 740k. Daar gaat er 5% van af. Nou, Mbappé die is gelijk verkocht. Hoppakee, hartstikke idee. Weg ermee. 1,2 miljoen. Dan kunnen we deze nog allemaal verkopen. Dus dat is 1,3 miljoen. Van die 1,3 miljoen kunnen we Perisic en Lauren Blank doen. Want Lauren Blank is 950k en Perisic is 360k. En je krijgt natuurlijk wat pakketjes terug, dus dat zou net moeten kunnen. En dan hebben we daarna nog munten nodig voor een aanvallende middenvelder. En ik weet precies wie ik daarvoor ga neerzetten.
Maar we gaan nu eerst eventjes kijken naar de overige wedstrijden die ik nog moet spelen. Met het Ligue 1 team en met het Serie A team. Voor onder andere Gervinho en Naldo. Die ik zeker te weten graag wil hebben. Want misschien kunnen we die al gelijk gaan inleveren voor de Laurent Blanc SPC. Dat scheelt weer in de kosten. Fantastisch idee. Tot zo. De wedstrijden dan, die heb ik gisteravond gespeeld. De laatste paar wedstrijden met de Ligue 1 spelers. En de laatste paar wedstrijden met de Serie A spelers. En ik ga hetzelfde zeggen als wat ik in de video van gisteren heb gezegd. Ik vind de objecten heel leuk. Ik vind het leuk om die spelers te unlocken. De gameplay op single matches is verschrikkelijk. En dat komt eigenlijk omdat FIFA nog steeds geen ping bij het zoeken van een wedstrijd erbij heeft staan als indicator of iets nou een goede of een slechte verbinding is. Je hebt alleen die latency bar. Maar we weten allemaal dat een 5 bar latency, dus 5 groene streepjes daar bij die verbinding, niet een garantie is dat je ook daadwerkelijk een goede tegenstander gaat vinden. Of in ieder geval een tegenstander met wie de verbinding goed is. Dat zou in ieder geval een hele grote stap zijn om volgend jaar te verbeteren. Misschien dat je dan wat makkelijker tegenstanders kan zoeken waar je dus vooraf al van weet, dit gaat hem waarschijnlijk niet worden. Wat ik ook heel leuk vond aan Objective was gewoon dat first goal wins. Ik weet niet waarom, maar dat geeft een hele nieuwe dimensie aan het FIFA spelen. Het is gewoon zo dat het op een of andere manier veel spannender is. Want ja, het eerste doelpunt wint, goal en goal, we kennen het allemaal, is gewoon super spannend. Maar wat ik ook heel erg leuk vind is dat ook al verlies je, ook al win je, je bent heel snel klaar. Maar weer niet zo snel dat je er gelijk van af bent en dat je er niet even lol mee kan hebben. Je hebt in totaal, wat zijn het, 9 wedstrijden voor Ibra, 8 wedstrijden voor Naldo en 7 wedstrijden voor Gervinho. Of dat van Naldo en Gervinho andersom. Dat zijn best wel wat wedstrijden die je moet winnen. Waarin je dus het eerste doelpunt moet scoren. In totaal zijn dat er 24 als ik heel eventjes snel uit mijn hoofd tel. En ik denk dat ik er ongeveer 30 wedstrijden over heb gedaan. Misschien zelfs iets meer. En doordat het allemaal zo snel ging, was het helemaal prima. 30 wedstrijden, als je die allemaal wil unlocken, dan ben je gewoon heel lang bezig. Dan heb je een hele weekendleague erop zitten. En dat is wat we juist niet willen. We spelen in het weekend al heel veel wedstrijden. Dan willen we ook nog niet eens door de week heel veel wedstrijden gaan spelen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een beetje een of-of situatie is. Ik denk dat heel veel van jullie het natuurlijk ook niet kunnen veroorloven om 2 keer in een week 30 potten FIFA te spelen. En dan moet je keuzes gaan maken. En natuurlijk zijn er altijd mensen die het er niet mee eens zijn, die het vervelend vinden dat er, ja, zulke manieren zijn om spelers te unlocken. Maar in mijn eerlijke mening, als EA 3 spelers geeft waar je dus, nou, rond en nabij de 30 potten voor moet spelen. Misschien zelfs nog wel meer. Misschien dat ik dan geluk heb. En ik heb ook in mijn teams goede spelers kunnen inwisselen. Ik kon in het Ligue 1 team Mbappé, Depay en Rafael Leao inwisselen. En mijn Serie A team kon ik Rode Quagliarella, Rode Keita Balde en Ronaldo inwisselen. Dus ja, dan heb je natuurlijk wel een groot voordeel ten opzichte tegenstanders die dat niet doen. Maar ik ben ook weer een gentleman in dat opzicht. Ik wissel alleen maar spelers op het moment dat mijn tegenstander dat ook doet. Als hij op pauze drukt om te wisselen, dan doe ik het ook. Daarvoor doe ik het niet. Op die manier kun je het dan wel eerlijk houden voor jezelf en voor je tegenstander. Al snap ik ook voorkomen dat je dat niet doet en dat je gewoon zo snel mogelijk klaar mee wilt zijn. Want dat is het punt dat ik nu wil maken, waar ik een beetje omheen aan het zweven ben. Als EA 3 spelers uitgeeft waar je dus echt veel wedstrijden voor moet winnen, als mensen die helemaal uitspelen, dan kan niet iedereen van die spelers genieten. Mensen gaan nou eenmaal op zoek naar de makkelijkste manier om dat te doen. Lekker die 30 potten spelen als je er genoeg tijd voor hebt en je vindt het leuk om FIFA te spelen. Maar voor ons is het eigenlijk vooral gericht op die kaartjes. En dat is ook het hele probleem van FIFA op dit moment. En dat is een beetje de setting die EA voor zichzelf heeft gecreëerd. Mensen spelen niet meer voor het spelen. Mensen spelen voor de rewards. Ze spelen in het weekend voor de ranks met de rewards op donderdag. Ze spelen deze objectives voor de spelers die je kan vrijspelen. En deze zijn dan leuk omdat het redelijk gemakkelijk gaat. En omdat je spelers gebruikt die je niet eerder hebt gebruikt. En als je dat first goal wins doet, dan is het ook op een of andere manier veel dynamischer. Het gaat veel sneller in plaats van dat je elke keer een kwartier lang moet focussen op een potje FIFA. En voor mij werkte dat gewoon heel goed. Ik hoop dat het voor jullie ook heeft gewerkt. Deze wedstrijd zie je dat ik en mijn tegenstander de kids niet heel goed hadden gekozen. Maar uiteindelijk scoorde ik wel het eerste doelpunt. Dus dan zijn we er ook gelukkig snel van af. Ik heb trouwens heel veel wedstrijden eruit gelaten. En dat komt omdat jullie op een gegeven moment wel het idee begrijpen. Maar ik heb geprobeerd de wedstrijden waarin ik tegen Nederlanders kwam erin te laten. Want ik heb ook tijdens deze challenge, dat gebeurt eigenlijk elke keer als er een objective wordt vrijgespeeld of whatsoever, heel veel berichten van Nederlanders die je tegenkomen en dan een berichtje sturen met: yo man, was leuk om tegen je te spelen. GG, jammer dat je hebt verloren, jammer dat je gewonnen. Het ligt er natuurlijk aan wat het resultaat is. En dan probeer ik meestal altijd wel een berichtje terug te sturen, tenzij het echt een paar dagen later is dat ze het sturen. Dat gebeurt nog wel eens. Meestal als ik achter mijn PlayStation zit, probeer ik dat direct te beantwoorden. En heel tof ook om kijkers dus in dat opzicht vaak tegen te komen. Het was ook mooi dat iemand die ik tegenkwam, die had het eerste doelpunt gescoord. Dus dan ben ik ook een gentleman, wat ik net zei. En dan ga ik gewoon leave en dan quit ik uiteraard. Want er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. En die stuurden dan een screenshot op
Instagram of had hij me getagd in zijn story of volgens mij in zijn story met dat hij mij had verslagen met 1-0 golden goal. Dat vond ik wel grappig dat je dan daarmee loopt te flexen. Dat is leuk in ieder geval. Geeft dat mij ook weer exposure, hè. Dit geeft mij aandacht. Dus dat is wat ik wil als YouTuber natuurlijk. Verder had ik een aantal dagen terug nog gezegd dat ik zou gaan livestreamen op donderdag. Dat was ook daadwerkelijk de bedoeling. Echter is er iets tussen gekomen. Het is iets kleins, maar ik kan er niet echt nee op zeggen. Ik kan het niet echt maken om daar niet naartoe te gaan. Mijn diploma uitreiking, ja, best wel belangrijk iets. Was ik gewoon totaal vergeten. Het is dat mijn moeder en mijn vader eraan hielpen te herinneren. Dat ik daar natuurlijk donderdag naartoe moet om 7 uur. Eerst was dat in de middag. En dacht ik dus ook dat ik gewoon in de avond weer thuis zou zijn. Maar nee, dat is niet het geval. En vandaar dat de livestream dus even op zich laat wachten. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Sterker nog, ik weet zeker dat jullie dat begrijpen. Want dat is ook natuurlijk iets waar je heel erg graag bij wil zijn. Deze wedstrijd was de laatste wedstrijd die ik ga laten zien. En dat komt meer omdat het echt een dramatische pot was. Allebei first goal wins. Nou, dan had je weer zo'n scumbag die niet wilde weggaan. Dat gebeurde wel vaker, zoals jullie zagen in deze video. En het is iets wat je ook altijd merkt richting het einde van die objectives. Dat mensen er gewoon echt helemaal klaar mee zijn. Die denken, weet je wat, ik sta 1-0 achter. Ik ga wel gewoon doorspelen. Misschien win ik er wel. Geen zin om te quitten. En dat deed hij ook. Toen pakte hij daarna nog rood. Scoorde hij bijna direct naar zijn aftrap. Nadat hij rood had gepakt, tussendoor nog de 2-1. Vervolgens ik net iets na de aftrap, een paar minuten daarna, de 2-2. Scoorde ik ook nog de 3-2. Hij ging mij shushen naar het tweede doelpunt. Dus ik ging hem terug shushen. En dan weet je dat karma erop afgaat. Hij had namelijk al een kick-off doelpunt gescoord. En nu gaat hij er gewoon nog één scoren. Dan probeer je te tackelen, zit je er niet tussen. Spelers lopen weg. Kijk maar naar je verdedigers. Die lopen met helemaal niemand mee. Martinez kan binnenschieten in de 92e minuut. Hij ging ook shushen. Is vervelend. Niks aan te doen. Verlenging, 94e minuut. Wij schieten hem binnen. En dan vanaf de aftrap direct mijn tegenstander weer met Martinez, die hem op een of andere manier twee keer meekrijgt en hem binnenschiet. Bam, 4-4. Maar daarna namen we afstand, wonnen we uiteindelijk met 4-7. En dat was de ene laatste wedstrijd die we nog nodig hadden. We hebben ze gehaald, we hebben ze unlocked. Ik zie jullie morgen terug bij een nieuwe video. Een blauw duimpje zit op zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie later. Joejoe.